Hey en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik had eigenlijk gedacht dat de Fabletics swimwear video de laatste swimwear video van dit jaar zou zijn. Maar gezien die zo vreselijk beviel, vond ik het gewoon geen goede afsluiter van de serie. Dus vandaag heb ik nog één laatste bikini en badpak shoplog voor jullie van dit jaar. Met een merk wat heel veel is aangevraagd, namelijk Bonprix. Bonprix heb ik een aantal jaar terug ook al eens getest volgens mij. En toen was ik er best wel enthousiast over. Ik hoop heel erg dat ik vandaag eindelijk een beetje supportive badkleding voor jullie misschien wel heb. Let's hope so. Hoe dan ook, ik heb vandaag weer 3 bikinis en 3 badpakken voor je. Ik ga je laten zien hoe ze staan op mijn lichaam. Zodat je hopelijk jouw perfecte badkleding kunt vinden voor deze zomer. Om jezelf verzekerd en comfortabel in te voelen. You know the drill. Doe vast een duimpje omhoog. Gaan we erin duiken. Ik ga beginnen met de bikini waar ik het meest benieuwd naar ben. Echt deze kleurcombi. Jullie kennen mij. Ik hou hiervan. Roze-oranje. Even kijken. Hoe ga ik dit goed laten zien? Het is de top. En hij heeft dus 2 bandjes als het ware. Hij heeft een beugel. Dat is niet helemaal mijn ding. Maar ik vind de kleurcombi zo leuk dat ik hem heel graag een kans wil geven. Hij heeft dus een beugel. Hij heeft verder geen pads of iets dergelijks. Zelf vind ik dat heel erg fijn. Gewoon een cuploze beugel bikini. Dat vind ik vaker beter zitten dan een beugel met ook nog pads. Maar dat is natuurlijk persoonlijke voorkeur. Dit oranje touwtje gaat in je nek. Maar hij heeft ook support gewoon over de schouders met het roze bandje. Dus het gewicht aan borst hangt niet allemaal in je nek. En misschien omdat hij wel op 2 plekken zit, dat het ook wel meer support biedt. Daar gaan we naar kijken. Verder heeft hij zilveren details waarmee hij dus open en dicht klikt. Dit is weer hetzelfde systeem als bij MS mode, waar ik niet zo geweldig goed in ben. Gaat helemaal goed komen. En je kunt de bandjes verstellen. En hierbij hoort dus een bikinibroekje waarvan ik heel benieuwd ben of het me een rollade effect gaat geven of niet. Wat is dus dit roze broekje met daarboven dan dus zo'n oranje band. Dat is altijd heel lastig te laten zien. Die dan ook weer een beetje dat high leg, hoog uitgesneden effect moet gaan geven. Verder is die niet high waisted of iets dergelijks. Ik heb gekozen voor, even kijken hoor, staat het er ergens bij? Dat is het. Bij Bonprix kun je dus meerdere dingen kiezen. Als je dus bij de bikini kijkt, hij is letterlijk €17,99. Dat als eerste, echt super fijn. Maar als je dus omlaag scrolt, dan zie je hier meerdere vakjes om in te vullen. Waarbij je dus zowel de cup kan kiezen als de maat. En bij de maat heb ik gekozen voor een maat 44 en daar staat dan tussen haakjes 85 achter. En ik ga ervan uit dat dat dus de omtrek ook gelijk is. Bij mij heb ik dus toevallig een 85D, dus een 44 met een cup D zou precies goed moeten zitten. Dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, deze bikini die gaan we dus proberen. €17,99 maar. Oké. Laat ik zeggen, ik vind het top heel erg leuk. Het broekje niet. Het broekje geeft echt een beetje rollade ideeën. Vooral ook omdat hij zo laag zit. Ik denk dat als dit broekje zeg maar hier had gezeten, als je hem zo had gehad, dat het al stukken beter was. Maar het broekje is gewoon daar niet op gebouwd. Waardoor dat echt gewoon geen porum is. Je kan dit misschien wel zo doen, maar het maakt het ook niet veel beter. Nee. Het is heel jammer, want misschien als het broekje een maatje groter was geweest, dat het beter had geweest. Maar alsnog vind ik de fit gewoon net niet. Omdat het onderste stukje zo laag gedragen wordt. En dan dit stuk, hoe je hem ook draagt, voor een rollade effect zorgt. Het jammere is dus ook dat je dus de bikini top kun je echt van de cup kiezen en de maat kiezen, et cetera. Maar dan kan je vervolgens niet het broekje in een andere maat kiezen. En dat vind ik zelf wel heel erg jammer, want ik heb vaak qua top een iets andere maat dan qua broekje. En de top vind ik gewoon heel erg mooi. Die zit ook echt wel goed. Maar het broekje, nee, echt helaas. Heel jammer. Want ik had echt hoop op deze bikini. Lekker goedkoop. Mijn kleuren. Maar dit is echt niks. Dan heb ik hier een badpak. En dit is dus een badpak met glitter. Heb er eventjes met bestellen niet bij stilgestaan. Dat is ook weer van die glitter is. Die dus waarschijnlijk dan in het zeewater terechtkomt. Dat is wat minder, maar goed. Het is dit badpak. Mooie, een beetje legergroen, donkergroene kleur. Met dus een gouden glitterrand. En die rand zit dus onder de borst. Loopt door aan de achterkant. En dan vervolgens heeft het broekje dus hetzelfde. Dus het heeft een soort grote X, zeg maar, op je buik van glitter. De bovenkant heeft een V-hals.
Er zit niks aan padding of iets dergelijks in. Je kan er ook niks in stoppen als ik het zo zie. Er zit geen opening. Kun je er misschien wel zelf in maken, want het is wel dubbel laags. Maar het komt er dus niet bij. En dan aan de onderkant, dit zijn van die badpakken die heel lastig te laten zien zijn. Is dit hoe het eruit ziet. Met dus zo'n glitterrand aan de bovenkant. En dan dus vervolgens zo. Hij is niet hoog uitgesneden. Niet heel erg cheeky, denk ik ook. Dat is bij Bonprix sowieso wel. Ik heb het idee bij Bonprix, ze hebben hele leuke dingen, maar je moet er wat beter naar zoeken dan dat je dat bij andere webshops misschien moet. Dus dat. Ik heb in ieder geval gekozen voor een maat 44 en deze kost 43,99. Dit badpak vind ik op het eerste zicht echt wel heel erg mooi. Ik had alleen denk ik één maatje groter gewild qua dat het hier nu best wel snijdt. Het drukt echt in mijn vel en dat wil je gewoon niet. Ik vind hem wel heel erg mooi qua support. Is ook een stuk beter dan wat ik eerder heb gehad. Blijft leuk dat ik het zo test, jongen. Maar goed, ondanks dat het dus geen cups of pads of whatever heeft, geeft hij best wel wat support. Ik zal trouwens de dames even iets netter erin stoppen. Zo, ja, hij geeft wel... Oké, laat maar. Hij geeft toch niet zoveel support. Ze zaten er niet goed in te gaan. Zaten ze beter vast, omdat ze er goed in zitten. Maar goed, ja, kijk, dit bedoel ik. Hij is gewoon net even iets te klein. En ik zit me ineens te bedenken van... Was dat een paar jaar terug niet mijn conclusie? Dat de badkleding van Bonprix heel leuk was. Maar dat je een maatje groter moest nemen dan dat je gewend was. Ik denk het wel. En dan ben ik vervolgens zelf vergeten met deze keer bestellen. Wat ik heel jammer vind. Maar op zich is het een heel mooi badpak. Alleen neem dus één maatje groter dan dat je gewend bent. Dan heb ik hier een hele leuke blauwe bikini. Als eerste hebben we hier de top. Deze heeft ook weer een beugel. Ik heb expres beugeldingen gekozen. Omdat ik hoopte dat dat wat meer... support zou bieden. Jullie kennen mij. Ik ben meestal niet van de beugeldingen. Maar ik ben heel hard op zoek naar, voor jullie naar dingen met support. En vaak geven dingen met beugels toch wat meer support. Dus dit heeft een beugel. Hij heeft er weer geen pet of whatever in zitten. Ik merk dat dat echt helemaal in is. Zeg maar beugeldingen zonder padding of vulling of whatever erin. Mijn favoriet. Kan natuurlijk bij jou anders zijn. Hele mooie kleur en hij heeft dus een patroontje erin zitten, wat ik ook wel heel erg tof vind. Matcht ook nog eens leuk bij mijn nagels. Deze heeft ook weer verstelbare bandjes en hetzelfde kliksysteem aan de achterkant. Weer zilveren details. Ik zou het liever goud hebben gezien, maar goed, ook dat is natuurlijk persoonlijke voorkeur. En deze gaat gewoon over je schouders. En bij die top zit dit leuke broekje. Een lekker high-waisted model met dus een toffe soort riem erin. Die zit er gewoon kant en klaar in. Kun je volgens mij ook niet... aanpassen. Nee, hij zit er gewoon in. Dus het is niet alsof je hem daarmee strakker kan trekken of zo. Lijkt me ook heel bijzonder eigenlijk. Maar oké. Dit is hem in ieder geval. Het voelt wel qua stofje haast als gewone kleding in plaats van badkleding. Maar dat heb ik wel vaker met bikinis. En dan blijken ze in het water gewoon alsnog zwemstof te zijn. Ja, deze dus. Hij is niet high leg. Hij is niet heel cheeky denk ik. Maar wel een leuk high-waisted broekje. En ik vind de kleur en het patroon van dit bikini stofje echt zo leuk. Bij deze bikini kon je ook weer kiezen voor een cup. Dus daar heb ik cup D aangegeven. En weer een maat 44. Dus met omtrek 85. En deze bikini kost €47,99. Ik denk dat dit degene is waar ik tot nu toe het meest enthousiast over ben. De maten zijn namelijk gewoon goed. Van zowel de top als het broekje. Ik vind die riem hier wel een beetje cheapy ogen. En ik heb zelf heel erg de neiging om hem zeg maar zo te dragen. Maar dat is gewoon puur omdat ik het zelf fijn vind om dingen wat meer high leg te dragen. Daarmee gaat alleen deze riem een beetje gek zitten. En aangezien die riem echt op meerdere plekken vast zit en door dit soort lusjes zit, is het ook niet dat ik denk van oh die sloop je er heel makkelijk af. Want voor mij had hij gewoon zonder gemogen. Dan had ik hem denk ik leuker gevonden. Maar zeker een hele leuke bikini. Ik vind de kleur heel erg gaaf. Ik vind het patroon heel erg gaaf. Ik word alleen niet goed van deze sluiting. Ik ben echt een kwartier bezig om die sluiting goed voor elkaar te krijgen. En dan nog zit die scheef. Ja, ik vind het echt een hele leuke bikini. Niet voor mij vanwege dit. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik weet niet wat dat is, maar mijn haar is ook al helemaal in standje zomer of zo. Het zit een beetje bijzonder en beachy waves zullen we er maar van maken. Maar goed, we gaan verder met dit badpak. Het is een heel mooi paars badpak met zoals je kan zien een mooie ombre overloop. Hier een heel tof overslag effect. Ik vond hem echt heel erg mooi. V-hals bovenin.
Ik vind het heel gaaf. Ze hadden hem volgens mij ook in een soort blauwe uitvoering. Maar ik ben voor deze paarse gegaan. Ik vond hem heel erg mooi. Hier zitten voor het eerst pads in. En het zijn ook pads die helemaal vast zitten als in vastgenaaid. Dus je kunt ze er niet uithalen. Maar ze gaan dus ook niet door de halve cup heen. Dat heb ik heel vaak met loszinnende cups. Daarom sloop ik ze er altijd uit. Want ik word niet goed van die dingen. Maar deze zitten er dus gewoon ingezet. Er zit hieronder ook zo'n elastiek onder de borst. Waarmee hij als het goed is beter aansluit. Op de rug heeft hij een beetje een wat lagere rug. Maar niet extreem of zo. Verder heeft hij hier aan de zijkant wat mooie ruching. Waardoor hij denk ik heel erg mooi in je taille aansluit. En onderaan is het niet high leg. Niet cheeky of iets dergelijks. Dat is wel een beetje iets wat heel veel terugkomt bij Bonprix, vind ik. Ik heb weer een maat 44 hiervan gekozen. En qua prijs kost deze €29,99. Oké, ik weet niet of het eraan ligt dat dit dus blijkbaar officieel shaping hoort te zijn. Shapewear badpak. Of dat het gewoon ligt aan het feit dat ik echt een maatje groter zou moeten bestellen. Maar ik moest me hier echt inworstelen. Dus ik kijk er niet naar uit om er weer uit te moeten halen. Maar hij is wel heel erg mooi. Hij heeft dus net een wat lagere rug. Niet zo cheeky, niet hoog uitgesneden. Maar alsnog vind ik hem super mooi. En ik weet niet of het nou specifiek ligt aan het shaping gedeelte. Of puur hoe deze banden allemaal vallen. Maar ik vind hem heel mooi. Echt zo'n hourglass figuur geven. Hij zit heel secure. Het voelt allemaal heel stevig. Het voelt ook qua support het beste tot nu toe. Het enige nadeel is dat je deze bandjes niet kan verstellen. Die bij mij dus best wel strak zit. Nou weet ik niet of dat dus is omdat het gewoon het hele badpak strak zit. En ik dus gewoon een maatje groter moet. Of vanwege mijn torso. Want ik heb wel vaker dat badpakken gewoon net even te kort zijn voor mijn torso. Ik weet niet aan welk van de twee van die dingen het hoort. Maar ik vind hem nu wel echt prachtig. Echt een heel mooi badpak. Ga ik verder met deze bikini. Met echt een hele heftige print zoals je kan zien. Ik weet nog steeds niet zo goed of ik het nou heel cool vind. Of helemaal niks. Maar dat gaan we zien als ik hem zo meteen aan heb, gok ik. Het is in ieder geval een bikini met beugels. En ook een pet. Dus het is het is geen vulling, het is geen push-up of whatever. Het is wel een vastzittende cup. En je hebt hier dus ook geen doorschijnende tepels bij als je dat niet fijn vindt. Verder heeft hij weer bandjes over de schouder. Hij heeft weer verstelbare bandjes. En aan de achterkant heeft hij dus twee sluitingen zitten. Ik weet niet of dat goed overkomt, maar twee sluitingen. Allebei dat je ze zeg maar door de stof heen moet halen. En ik hoop dat dit overkomt. Maar je hebt dus zeg maar drie plekjes. Zoals bij een BH ook. Om hem dus mee te verstellen als het ware. Dus ik denk dat je hem daarmee nog net even een beetje strakker of losser kan maken naar jouw lichaam. Dus ik hoop dat deze wat meer support gaat bieden. Doordat hij dus en cups heeft en een beugel. En aan de achterkant verstelbaar is. Dus vandaar dat we die hebben geprobeerd. En het broekje hiervan lijkt een beetje op die van de blauwe hiervoor. Want deze heeft ook weer zo'n band zit aan de voorkant. Met een zilveren gesp dit keer. In plaats van een soort van, ja, bruin. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet noemen. Verder weer high-waisted. Niet high-leg. Niet zo heel cheeky. Beetje hetzelfde als die blauwe. Dus zei ik al. Maar dan met deze hele heftige print. Qua maat heb ik weer gekozen voor een cup D. In een maat 44. Met dus de omtrek 85. En hij kost €49,99. Oké, ik weet niet zo goed wat er hier gebeurt. Want het is exact dezelfde maat als de eerdere bikinis. En die waren eerder te klein dan te groot. Maar deze cups, ik vul ze gewoon echt niet. Ik heb hier gewoon allemaal ruimte over. Terwijl je juist zou denken met dit alles, wat trouwens echt een ramp is met aantrekken. Zo te zien dat hij niet eens helemaal goed. En je zou denken dat hij daarmee juist meer secure zit. Maar ik heb echt ruimte over gewoon juist. Het broekje is dan juist weer redelijk aan de strakke kant. Ik vind deze band heel irritant, want die is dus de hele tijd zo heen en weer aan het wiebelen. Terwijl die blauwe in de schak juist heel erg mooi zat. En qua band et cetera ook goed. Ik vind het heel raar. Want deze is dus te klein, deze is dus te groot. Het is niet los van elkaar bestelbaar, dus is hem gewoon niet. En dan voor het laatste badpak heb ik deze prachtige kleur. Een beetje petrolachtig groen. Heel mooi. Zoals je kan zien, one shoulder. En hij heeft een beetje dat effect wat meer badpakken dit jaar hebben. Dat dus aan één kant zo'n cut-out heeft. Ik heb zelf trouwens die paarse van H&M. Van echt de eerste bikini en badpak shoplog van dit jaar heb ik gehouden daarvan. Zo geweldig mooi. Ik heb hem ook geshoot toen ik een professionele fotoshoot had. I love that one. Dus ik was heel benieuwd hoe de variant van Bonprix zou zijn. Hij heeft in ieder geval een lekker brede band die verstelbaar is. Dat is al een pluspunt
in opzichte van die van H&M, want die kon je niet verstellen. Er zitten pads in die zo te voelen loszitten en je er dus vast ook uit kan halen. Denk ik wel. Ja, je kan ze er inderdaad aan de zijkant uithalen. Maar er zitten dus cups in. Dus mocht je willen kun je ze erin houden. Vervolgens heeft hij dus onder de borst die cut-out zitten aan één kant. Hij heeft ook echt een lijn lopen hier zo. Zoals je kan zien. Het is echt heel slecht zichtbaar. Je ziet het zo meteen als ik hem aan heb. Hopelijk beter. En aan de onderkant weer niet cheeky. Niet hoog uitgesneden. Goeie bewoording, Irina. Niet hoog uitgesneden. Dus dat is het laatste badpak van vandaag. Deze heb ik weer, verrassing, verrassing, in de maat 44. En hij kost €24,99. Oké, we sluiten af met ik denk wel mijn favoriet. Nou ja, samen met die blauwe bikini dan denk ik. Ik vind de kleur prachtig. Staat heel mooi bij mijn huidskleur, bij mijn haarkleur. De cut-out is net even wat subtieler dan dat hij bijvoorbeeld bij die van H&M was. Verder heeft hij weer dezelfde bedekking aan de achterkant. Dus niet zo cheeky, niet high-leg. Hij heeft ook niet zoveel support, helaas. Maar ik vind het wel een heel mooi badpak. Dus ik ben heel blij dat we hiermee afsluiten. De maat hiervan is ook goed. Dus de maatvorming is een beetje dubieus. Soms te groot, soms te klein. I don't really know. Het is een heel gemixt gevoel wat ik heb van deze video. Maar laat vooral weten wat jij vond. En dat was het. De laatste bikinis en badpakken van dit jaar die ik voor je heb getest. Ik heb er op Instagram trouwens ook nog een aantal voor je laten zien van Monke in H&M. Die ik in de video's hier op YouTube niet heb laten zien. Dus volg me daar vooral als je dat wil zien. Sowieso voor leuke beelden van mijn vakantie. En daarnaast wil ik je natuurlijk, net als bij de eerdere bikini en badpak shoplogs, eraan helpen herinneren dat ik op het moment een kortingscode heb lopen voor mijn e-book. Het e-book Get Confident in Your Body gaat helemaal over lichaamsacceptatie en leren omgaan met de dieetcultuur, afscheid nemen van diëten en gewoon blij worden met jezelf en met je lichaam. Om jezelf weer zelfverzekerder en comfortabeler te voelen in je lichaam. En dus ook hopelijk in badkleding. Met de code BIKINI krijg je op het moment 20% korting op het e-book. Het is zowel verkrijgbaar als PDF variant die je kunt lezen op je computer, tablet of whatever. En als mp3, dus luisterboek, zodat je hem ook kunt luisteren. Er is ook een combinatie van de twee beschikbaar als je het fijn vindt om te luisteren en af en toe terug te kunnen lezen. Dus daarnaar staat een linkje in de beschrijving. Mocht je je geroepen voelen, bestel hem alsjeblieft, want ik denk echt dat hij je kan gaan helpen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Als je hem leuk vond, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren en op het belletje te klikken. Allemaal helemaal gratis. Je helpt mij er heel erg mee en mist nooit meer een video van mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je heel graag terug bij een volgende video. Geen bikini en badpak shoplog, maar wel hele leuke andere video's komen eraan. Dus daar zie ik je heel erg graag weer terug. Doei doei!